Jongens, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag staan wij hier in het prachtige contentveen. Wat ben ik ver ingezoomd? Welkom bij de video. En ik wil gelijk de video beginnen met het feit dat ik geen eten meer heb. In mijn ender chest heb ik ook geen eten meer. Dus daarom staan we hier bij het etenskraampje. En weet ik wat ze allemaal nog meer verkopen. Van Florini. Dus laten we even kijken. Wat gaan we kopen, jongens? Gaan wij gewoon eventjes anders lekker een stukje kip of koek? We gaan koekmutten gaan we een keertje kopen. Dan hebben we 1 diamond nodig. Maar ik heb geen diamonds meer. Ik ben blut. Ik ben broke. Ik ben echt gewoon sad. Wat gaan we dan betalen? Laten we dan betalen. Weet je, een 1 diamond shuffle is ook 1 diamond waard, weet je. Dus in dat opzicht, misschien willen ze wel ooit een keer een diamond shuffle maken. Hier, daar heb je een diamond shuffle, alsjeblieft. Jullie houden het er goed van. Zo, dan eten we het gelijk even lekker op. Gaan we slapen dat het weer dag wordt. En rennen we snel naar onze progressiemuur, want ik wil vandaag beginnen met progressie, jongens. Ik heb de afgelopen 2 afleveringen alleen maar met karakters rondgelopen en ik wil vandaag weer progressie maken. Maar kijk eens wat hier is. Alfred is natuurlijk bij de muur om me weer af te leiden. Weet je, we gaan het kort houden met Alfred. En daarna gaan we gewoon echt progressie hebben, jongens. Ik ga echt mijn best doen. Hey, Alfred. Oh, je hebt je bril niet op. Sorry. Oh, ik heb hem laten vallen. Maakt niet uit, kan gebeuren. Nee, maakt niet uit. Hoe is het? Wat doe je hier? Nee. Heb je mijn muur gezien? Dit zijn de taken die nog moeten uitgevoerd worden. Ja. Maar wat is er aan de hand? Lastig om te zeggen. Vind je lastig om te zeggen? Waar zat je naar te kijken? Wat is dit? Alfred, helpen. Ik ben in nood. Help me. Je hebt hulp nodig? Wat is er? Ja. Wat is er aan de hand? Ik ben bestolen. Bestolen? Ja. Nee, is er iets uit het museum gestolen? Ja. Echt? Ja. Oké, wacht. Ik ga je helpen. Ik had beloofd aan mijn kijkers dat ik eventjes gewoon ging bouwen en zo. Maar het feit dat er iets gestolen is voor jou, dat vind ik wel prioriteit hebben. Ja, ik ook. Gaan we die kant op of? Wat ben je aan doen? Waarom zit je met je hoofd te schudden? Ik ben zenuwachtig. Kom, ik heb nog nooit zo'n spannend meegemaakt. Nee, dat snap ik. Laten we snel naar het museum. Waar ga je heen? Dat is niet de route naar het museum. Kom. Ben in de war. Kijk, jongens, dit is nou wat ik bedoel met het feit deze grot hier moet af. Ik heb het deze aflevering nog niet over gehad, maar dit wil ik ook binnenkort genoemd. Moet gewoon even wat details komen en zo. Alfred, kom, schiet op. Nee, dit is sneller. Tegenwoordig is het sneller om via beneden te gaan, omdat ik nieuwe trappen heb gebouwd en zo. Ja. Wat is er gestolen? Of dat kom ik zo achter? Of kom je zo wel achter? Kom ik zo wel achter? Ja. Ik ben heel benieuwd. Oh mijn god, hij is naar beneden gesprongen. Gaat het? Ja. Ik ben benieuwd wat er uit het museum is gestolen, jongens. Letterlijk vorige aflevering heb ik mijn rondleiding daar gekregen, heb ik allemaal mooie dingen gezien en letterlijk nu al is er wat gestolen. Wat doe je? Hier houdt het op. Wat? Volg mij. Hier houdt wat op? Wat is er aan de hand? Wat zijn die buttons? Wat is dit? Die buttons heb ik niet gebouwd. Wat is dit? Wat ligt hier allemaal voor rommel op de grond? Hè? Wat is dit? Wat is er gebeurd? Er is rommel op de grond. Ten eerste is mijn soep weg. Je soep is gestolen? Ja. Oh. Oh, wat is dit? Er is echt wat. Iemand heeft allemaal dingen achtergelaten. Allemaal rommeltjes. Ten tweede is mijn koraal weer. Je koraal is gestolen? Ja. Nee. Oh, en? Alfred. Oh, nee. Het werk van Picasso wat nooit af was. Picasso's werk wat niet af is, is gestolen. Maar wat hebben ze achtergelaten? Wat is dit allemaal? Ik weet het niet. Ik ben wel wat heel blij dat ze mijn kluis niet hebben geraakt. Hé, hey, sinds wanneer zit die kluis daar? Is dat de vorige keer nog niet? Nee, klopt. Oh, wat zit er in je kluis dan? Mag ik alsjeblieft zien? Oké, weet je, Alfred, dit gaat goed komen. Ik beloof het, oké? Okay? Echt bedoel, maar? Ik had net alles verzameld en ik had eindelijk mijn museum weer geopend. Heb ik 1 klant naar binnen gelaten, gratis. En ik had de deuren dicht gedaan en toen kwam ik terug en toen waren de deuren weer open en dat heb ik helemaal niet gedaan. Wacht even voor Alfred, ik moet even iets bekijken. Oh mijn god jongens, vorige aflevering heb ik de deuren open. Laat even een flashback naar vorige aflevering dat ik weg ben gegaan. Yes. Ja, volgens mij wel. Oh, dankjewel Fred. Oh, ik zit opgesloten. Oh mijn god, ik heb de deuren open gelaten vorige aflevering. Daardoor hallo, is... wat ben je aan het doen? Ja, ik ben even aan het onderzoeken wat er aan de hand is. Hoe kan je nou ook dat de deuren open zijn gebleven? Ja, ik doe ze dicht. Ja, maar ik moet even onderzoeken, Alfred, wat er gaande is. Oh. Nou, dan jongens. Ben ik te vinden in mijn kantoor. Ik zie je zo. Ja, ga jij maar naar je kantoor. Jongens, wat is er gebeurd? Er is van alles gestolen in het museum van Alfred. Laten we even een onderzoekje doen. En er zijn allemaal knopjes achtergelaten. En ik denk dat dit een beetje clues zijn om te bedenken wie heeft dit gedaan. Wie zou inbreken en zou... Dit zijn misschien voetstappen of zo. Ik weet niet wat het zijn, weet je. Maar wie zou dit nou achterlaten, dit? En wat zijn het? Wat is er achtergelaten? Oké, 2 dingen zijn zo. 3 zelfs. 2 ouderwetse, of ouderwetse, echt middeleeuwse, prehistorische koraaltjes. En het werk van Picasso dat nooit is afgemaakt. En hij heeft nog een kantoor, die Alfred. Maar wat zit er in zijn kantoortje? Laten we dat even vragen. Ik wil hem wel helpen, maar dan wil ik wel weten wat er in zijn kantoortje zit. Want die was er vorige keer nog niet. Of zijn kantoor is, wat is het? Zijn kluis. Alfred, waar ben je? Ja. Mag ik even binnenkomen? Waar? Je bent binnen. Bij je kantoor. Oh ja, dat mag wel. Dat is even voor onderzoek. Kantoor, wat is dit? Mijn god. Wat is dit, Alfred? Wat?
Alfred, wat is dat achter jou? Wat is dat? Een schilderij. Huh? Maar dat is Frederik! Ja. Dat is Frederik, Alfred! Ja, mijn opa. Jouw... Mooi schilderij. Jouw opa? Ja. Alfred, weet je niet wat Frederik allemaal gedaan heeft? Is dat jouw opa? Huh? Ik heb mijn opa al heel lang niet gezien. Ik weet niet wie mijn opa is. Mijn god, je hebt me heel lang niet gezien. Ik heb het ontdekken van mijn opa geleerd, weet je dat? We gingen altijd samen naar de speeltuin en samen fossielen opgaan. Jongens. Ik heb hem al zo lang niet gezien, maar dit was zijn kantoor. En ik heb zijn klok meegenomen, zijn wereldbol meegenomen. Mijn god. Wat nog meer? Ik weet het niet wat nog meer, maar ik heb ook zijn schilderij op. Hoe kom je aan dit? Hoe kom je aan dit? Dit kan ik. Wat is dit? Dat is de wereldbol. Wereldbol, hoe cool. Hoe heb je dit gedaan? Dit zou ik nooit. Ik weet niet hoe je dit hebt gedaan, maar maakt niet uit. Alfred! Ja. Wat? Hoe kan dat? Ik wist niet dat jij de kleinzoon was van Frederik. Jawel. Weet je wat Frederik allemaal in deze stad gedaan heeft, man? Is hij hier ook geweest? Is hij nog hier? Kan ik hem hier vinden? Oh mijn god, jongens. Alfred is de kleinzoon van Frederik. En hoe heeft hij dit gedaan? Dit vind ik echt bijzonder. Dit had ik nooit. Is volgens mij... Ik weet niet hoe hij dit heeft gedaan. Maar ja, dat tegenstelling. We hebben ook wel eens het hoofd van Fred gehad. Hè. Dus wat is dit, jongens? Kijk dit schilderij dan. Het is gewoon letterlijk een schilderij. Hé, hey, Alfred. Hallo. Oh, mijn god. Mooi, hè? Jij bent ook zo klein. Wanneer is dit gemaakt? 13 jaar geleden. 13 jaar geleden is dit gemaakt. Ja. 13 jaar geleden is die foto, wat is het, schilderij, is het geschilderd. Ja, wow. En de lijst die eromheen zit, die komt ook uit 1922. Die heb ik van mijn overgrootoma gekregen. En die heb ik nou om het schilderij van mijn opa. Maar ik dacht dat jouw opa Al heette. Wat? Ik dacht dat jouw opa Al heette. Ja. Of dat is je andere opa zeker? Ja. Oh mijn god. Maar weet je wat er met Frederik gebeurd is? Of... Nee, wat ik al zei, ik heb opa heel lang niet gezien. Oh, vind ik heel jammer. Hij is in de stad geweest. Heeft hij nog wat over mij gezegd? Nee. Oh. Ja, hij heeft je nooit benoemd, eerlijk gezegd, zelfs. Oh. Ja, sorry, Alfred, maar... Ja. Wauw. Dat... Nou, goed. Ik ga even een security rondje doen. Ik heb al op de camera's gekeken, maar er wat niets. Zit er in de kluis? Wacht dat even. Dat ga ik jou niet zeggen. Sorry, maar ik ook nog gestolen. Er is nou alles weggestolen. Ik moet onderzoek doen, Alfred. Ja, maar dat maakt de kluis niet meer te maken. Die zit op slot ervan. Ik ga hem even checken. Okay. Ja, oké, prima. Jongens, ik ga hier ook even weg. Maar dit is echt een wauw. Alfred is de zoon, of de zoon, de kleinzoon van Frederik. Wil je even weg uit mijn kantoor? Ja, ik ga weg uit je kantoor. Sorry. Ja, ik moet zeker weten of niemand er... Ik ga even de kluis checken, dan kom ik eraan. Ja, oké, jemig, jongens. Zijn alle andere items er nog? Hier, het ei is er nog. Het bloemetje, weet ik wat het was. Dit is het oog is er nog. En de uitwerpselen van een kameel zijn er nog. Alfred is onderweg naar zijn kluis. Hoe gaat hij dit open doen? Ik ben wel heel benieuwd. Hoe deed hij dat? Hoe heeft hij dat open gedaan? Oh, ik ga weg. Oké, jongens, laten we dit spoor even volgen en kijken waar het eindigt. Laten we even kijken waar dit eindigt. Het ging hier naar beneden, het spoor. Dat hadden we al gezien, het ging hierheen. Maar waar ging het verder heen? Toen hierheen, 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 hierheen en hierheen en hier. En hier stopt het. Hier stopt volgens mij het spoor van de dief. Zou die dan misschien naar binnen zijn gegaan hier? Dit is Ander de fabriek natuurlijk, jongens. Dit is Ander de ijzerfabriek. Nog steeds een van de leukste gebouwen die ik gebouwd heb in de stad, vind ik. Maar dat is nu niet belangrijk. Hé, Alfred kwam naar beneden. Alfred, het spoor stopt hier inderdaad. Ja. Ja, en... Hij zit in deze kist! Hij zit niet in die kist. Ik vind het verdacht, Alfred. Ik weet niet... misschien moeten we even een professional erbij halen, maar... Professional? Een professional, wie ja. Wie ik... is de professional? Ja, Frank, maar die is dood. Dus misschien... Oh. Ik weet niet... We moeten een detective misschien regelen, maar... ik heb geen idee. Oh, nee. Wat is hij? Helemaal geen zin, wie denk je? Nou, Alfred gaat ervan. Ik weet niet waar hij heen gaat. Die brug daar is nog in aanbouw, Alfred. Je moet de andere kant op als je omhoog wil. Oké, jongens. Als jullie tips hebben of een idee wie alles gestolen heeft van Alfred, laat het even weten in de reacties. Misschien dat deze buttons een clue zijn. En we weten natuurlijk niet wat er in de kluis zit van Alfred. Misschien moeten we daar een keertje inbreken. Stiekem even om te kijken of... ik weet niet of dat invloed gaat hebben op het onderzoek. Maar je weet maar nooit. We moeten alles weten. En het feit dat hij de kleinzoon is van Frederik. Daar schrik ik echt van. Daar ben ik echt van geschrokken, jongens. Moeilijk allemaal. Moeilijk. Nou, daarom als jullie ideeën hebben. Even laten weten. En vergeet ook even niet te liken, jongens. En nu je toch nog bij de video bent. Ik bedoel, je kijkt nu al zo lang deze video. Klik gewoon even op dat abonneerknopje. Het is helemaal gratis. Doe nou gewoon even, kom op. Oké, jongens. Maar zoals beloofd gaan we vandaag even goed verder met de muur hier. We gaan even progressie maken. Ik wil meer groene bordjes zien. En Alfred helpen. Ik ben in nood. Help me alsjeblieft. Nou, weet je. Die gaan we even vervangen.
met vermiste museumstukken. Oh, stukken vinden. Zo, ik weet niet waarom ik alles met hoofdletters schrijf, maar pakken we even onze tools hier in. Doen we even Tonk. Tonk, hoppakee. Vermiste stukken van Alfred gaan we ook vinden. Die staat op de muur. Wordt niet voor nu, maar hebben we nog maar één plekje over. Wat ik nu wil gaan doen, jongens. Ik wil het plein buiten de poort maken en ik wil de oude stadspoort renoveren. Dus gaan we even die kant op lopen. Dan gaan we hier gaan we dat doen. Dan gaat dit even mooi worden. Deze kant gaan we mooi maken en de poort een keertje renoveren. Gaan we in een leuke timelapse doen. Zoals je hoort, komt de muziek er al aan. Hey, Vrede... Ik, Martin bedoel ik, jemig. Wat kom jij nou doen hier? Ik ga hier even bouwen. Maar ik ga nu gelijk bouwen. Oh. Dus ga jij lekker de stad in. Oh ja, ik hoor het. Hoor het. Wat, je hoort de muziek. Je hoort de muziek. Oh ja, daar gaan we. Daar zijn we weer en wat ben ik ongelooflijk trots op de poort. Ik vond de poort altijd wel leuk, maar er was, ik weet het niet, altijd als ik naar kijk dacht ik, hij heeft zo weinig details die er nog wel echt moeten. Maar als we nu naar de poort kijken, jongens, wat ziet hij er mooi uit. Vooral die toren hier en die toren daar, die misten details en die zijn vooral bijgevuld. Dan hebben we de daken nog, gewoon hier algemene details, we hebben hier algemene details toegevoegd en die kisten zijn eindelijk een keertje weg. Ik heb ook nog een mooi, wat is het, houten randje hier gemaakt met een paar blokjes hier, waardoor het lijkt alsof dat daarin en dan op slot kan gaan of zo. Ik weet het niet helemaal, maar ik vond het heel leuk. En het is hier een stuk breder geworden ineens. Het pad klopt allemaal gewoon. De trappetjes en zo. Het enige wat nu nog moet gebeuren is dat daadwerkelijk een marktplein moet komen. Ik heb het alleen nog maar uitgebreid en ik heb dit gewoon helemaal gerenoveerd. Maar ik dacht, weet je, laten we samen even beginnen met een marktpleintje. Maar eerst ga ik in volle trots. Eerst gaan wij in volle trots, gaan wij. Komt-ie. Hoppakee. Komt-ie. Oude stadspoort renoveren. Yeah! Hij is af! Oh, dat is de eerste die we dan van het lijstje kunnen halen. Dat hij gewoon... Het is nou de eerste. We hebben gewoon weer een nieuw groen dingetje erbij. Wat ben ik daar zo ontzettend blij mee, jongens. Het wordt langzamerhand een groen muurtje in plaats van een rood muurtje. Plein net buiten de poort is het volgende. Alleen ik wou ook... Ja, het ding is, ik wil nog niet helemaal maken. Want ik kan hier wel heel veel kraampjes en zo doen. Maar als je de stad binnenkomt, heb je hier ook gelijk extreem veel kraampjes, weet je. Dus dan is het misschien wel heel veel kraampjes achter elkaar. Dus misschien moet hier wat anders komen. Misschien moet hier bijvoorbeeld, ik weet het niet eigenlijk. Maar ik wil geen gebouwen hebben, want ik wil het wel open houden. Want die stadsmuur is nu gewoon zo ontzettend mooi, weet je. Maar misschien is het wel leuk dat ik dan gewoon in plaats van aan de randjes hier in het midden kraampjes bouw. Dat je aan beide kanten er langs kan. Misschien zonder wol, maar gewoon met hout alleen. Misschien wel met wol, ik weet het niet. Misschien andere dingetjes, alleen maar koetsen en weet ik voor wat allemaal, jongens. Jullie moeten eigenlijk met ideeën komen. Dus laten we voor vandaag toch maar niet dit plein verder bouwen. Ik ben in ieder geval heel blij dat de terraform gedeelte hier gedaan is. Dat het pad allemaal klaar is en zo. Het enige wat misschien nog een beetje moet gebeuren is belichting. Er hangen nog chains die niet lanterns hebben. Maar mijn ijzer is op en ik heb geen diamonds meer. Dus ik kan ook geen ijzer kopen. Dus ik kan ook geen lanterns maken. Dus we hebben een heel groot probleem. Maar ik weet nog wel een andere taakje die ik even uit kan voeren, jongens. Dat is namelijk... Kerktunnel afbouwen. Laten we daar maar even mee beginnen. Ik heb trouwens alle kisten die hier stonden, jongens. Stonden hier natuurlijk altijd heel veel kisten. Die heb ik hierheen gebracht. Ook een hele onlogische plek. Ik had eigenlijk gewoon naar mijn kasteel moeten brengen. Maar hè, daar hadden we nog geen zin in. Dus we gaan voor nu eventjes akkoord met het feit dat het allemaal hier verstopt zit. Zo, hebben we heel veel slabs gepakt. Die gaan we gebruiken namelijk om de vloer te maken in de kerktunnelvloergrot. Weet ik hoe ik het moet noemen. Hoppakee, hier. Hoe gaan we dit doen? Ik wil het niet namelijk van dit spul hebben. Dus laten we dan langzaam eventjes een overlapje maken. Of een overlapping maken in het bepaald aantal blokken dat we gebruiken. Zo. Oeh, dit is wel leuk. En dan kan ik nu gewoon gelijk dit helemaal opvullen. Nou, eerst even dit allemaal weghalen. Dat is de eerste stap. En dat gaat ook nog eens heel simpel worden. Want hieronder zit allemaal steen. Dus ik kan gewoon spam klikken wat ik wil. Zo. Dat wordt me lekker simpel gemaakt, jongens. En we hoeven letterlijk maar tot hier. Het is best wel een kleine grot. Alleen ja, ik moest die vloer gewoon een keertje afmaken, weet je. Dat moest gewoon een keertje gebeuren. Zo. Oh, maar nu heb ik allemaal slabs, wat eigenlijk niet handig is. Nou, maakt niet uit. We doen wel gewoon even zo. Kijk, dit komt wel goed, jongens. Dit komt wel goed. Wij zijn creatief genoeg om problemen op te lossen met ons brein en onze blokjes. Dus ik heb veel vertrouwen erin. Maar er moeten zeker wel leuke details in deze grot komen. Misschien gewoon een en al opslag. Een beetje kratten hier en daar. En weet ik veel wat voor andere meuken zo. Want het is nu wel heel steenachtig hier binnen natuurlijk. Maar ja, het is ook niet voor niks een soort grot. Alleen dan wel helemaal
ingebouwd met blokken en zo, weet je. Het is niet echt een natuurlijke grot. Zo, hoppakee, dan kom je binnen. En hier is natuurlijk allemaal kool en andesite in de vloer. Omdat dit een beetje een industrie-vibe heeft hier natuurlijk. Maar dan, hier loopt het langzaam over in de normale vloer. Hartstikke leuk. Gaan we hier hetzelfde doen? Nou, dit is best wel simpel te doen, jongens. Ik was bang dat de slabs nog wel een probleem zouden zijn. Omdat ik natuurlijk niet op de grond kan plaatsen. Maar ik kan het gewoon allemaal tegen elkaar aanplaatsen op deze manier. Waardoor het eigenlijk helemaal geen probleem is en dat ik een beetje aan het overdrijven was. En maar soms heb je dat wel. Soms ben je gewoon wel eens aan het overdrijven. Net zoals dat jij aan het overdrijven bent als je gewoon nog steeds niet op mijn kanaal bent geabonneerd. Maar weet je wat het is, jongens? Ik zie dat details hier binnen plaatsen en zo helemaal niet als de kerktunnel afbouwen. Dat valt namelijk meer gewoon onder details op de straten in het oude gebied, weet je. Want daar moeten gewoon in het algemeen nog details komen. Dus dat houdt ook voor dit in. En dat is eigenlijk een heel ander bordje. Zoals ik de vloer hier gedaan heb, is de grot of de tunnel is officieel gewoon af. Alleen ja, details moeten er nog in komen, weet je. Maar ja, dat ga ik nu niet doen. Dat moeten we natuurlijk doen als we dat andere bordje af gaan maken. Zo, hoppakee. Nou, dit ziet er toch leuk uit, jongen. Want dit klopt net niet. Daar moet nog één van die. En hier moet dan die. Nee, hier moet dan die. Zo, juist. Nou, tevreden. Belichting is er ook al. Het is nu gewoon echt een stenen grot waar je doorheen loopt, weet je. Op deze manier. Zo, en dan kom je daar in één keer weer uit. Een paar barrels hier en daar. Hier misschien een kraampje. En weet ik wat allemaal. Verzin het. Zo, gaan we snel weer even terugvliegen in het donker naar ons muurtje hier. Want dan kunnen we nog eentje afvinken, jongens. Ja, we kunnen er gewoon nog eentje afvinken. En dat is, waar staat die kerktunnel afbouwen? Kijk, en als het goed is, hebben we ook een bordje straten decoreren in de hoofdstraat. Nee, straten oude gedeelte. Dit vind ik ook wel daaronder vallen, weet je. Plein net buiten de poort is nog niet af, dus die houden we op oranje. Stadsmuren upgraden zijn we begonnen natuurlijk, maar ook nog niet af. Ik denk dat ik volgende aflevering of die aflevering daarna even een grote timelapse wil doen. Waarin we echt veel doen, zoals de tolbrug en ik voor wat allemaal. Gewoon best wel veel wil ik even doen. Gewoon echt dat we in één keer 3 van die dingen af kunnen vinken. Dat zou oprecht heel leuk zijn. En dan één minder leuk dingetje, jongens, wat ik jullie nu ga vertellen. We gaan de video helaas afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Reageer nog heel even over Alfred, wie jij denkt dat de dief is wie het museum heeft beroofd. Ik heb geen idee, er lagen allemaal rare buttons en zo, maar laat maar even weten. En dan nu, oops, kijk lekker de vorige video. Dit is namelijk het vorige content veendeel. Heb je hem nou gemist, moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date over alles en nog wat. En nu spreek je later, glaasje water, 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!